Je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Er ligt nog wat bewolking boven de Noordzee, gebroken bewolking, maar er zitten wel wat buitjes tussen en die trekken van noordwest naar zuidoost over het land. Zeeland blijft waarschijnlijk wel droog in de ochtend en de zon breekt ook af en toe door. En geleidelijk gaat de activiteit van die buitjes er wel uit. Staat nog een krachtige wind langs de kust uit het westen tot noordwesten. Vanmiddag draait de wind naar zuidwesten en neemt nog iets af. Dat blijft wel matig tot vrij krachtig. Het wordt 9 of 10 graden. Met een wisselend weerbeeld van zon en wolken. En lokaal nog een buitje in het oosten. Vanavond neemt de bewolking langzaam toe. En aan het eind vanavond begint het van het westen uit dan ook weer te regenen. Uiteindelijk zal ook de wind wel weer gaan toenemen in de nacht. Naar hard langs de kust. En morgen blijft daar een krachtige wind van over uit een westelijke richting. 11 graden op de thermometers. Met af en toe wat zon. Maar nog steeds ook wel enkele buien die overtrekken. Het is wisselvallig weer. En wisselvallig weer houden we ook op de zon. Met mogelijk veel wind op de wadden, temperatuur van een graad of acht, en buiig weer, met later op de dag weer wat zon. En dat weerbeeld houden we eigenlijk ook na het weekeinde, soms onstuimig en wisselvallig weer, met af en toe wat zon, maar geregeld ook regen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl